Complimenten, meneer Wolsink. Ja, het is misschien natuurlijk heel vervelend dat je net met één punt hier verliest, maar het was een enorme wedstrijd natuurlijk. Het was een prima wedstrijd, ja. KCC heeft wel een ander gezicht dan de laatste wedstrijden. En ja, daar ben ik wel heel blij mee. Dus uiteindelijk geeft dit dan nou wel een oké gevoel? Ja, je kunt hier ook gewoon nog winnen. Jawel, maar u had het er voor de wedstrijd. De coach hard en de sport hard. Moet je deze wedstrijd in principe winnen. Maar als je kijkt naar de afgelopen weken, 5-6 weken. Ja, heb ik net ook tegen de ploeg gezegd, complimenten, hier kunnen we mee door. Dat is wel belangrijk, daar kwamen we hier voor. En dat je vergeet 2 punten mee te nemen, ja, dat is dan wel balen, maar goed. Ja, want ondanks dat u hier verliest, voor het zelfvertrouwen is dit helemaal niet vervelend. Nee, dat is positief, is goed. En iedereen heeft daar redelijk goed in gespeeld. Vond dat we ook nog wel goed in, allebei nog wel hoor, redelijk goed omging met een beetje de warrigheid. De beslissingen in stippenvrije ballen. Maar er bleef ook nog redelijk rustig in. We missen natuurlijk wel 2 stippen. Vond je dat je benadeeld werd ook of niet? Op een aantal momenten? Nou, in de eerste helft zie je dat het redelijk automatisch is. En dat ze heel weinig ervaring hebben met name het zien van de eerste overtreding. Sigaar, al die gevestigde Malta die in één keer iemand er binnen drukt. Ja, daar hebben ze wel 4, 5 keer zeker een stip uitgehaald. Ja, nou ja, weet je, wij hebben ook weer stippen mee gehad en ook gemist. Ja, daar kan ik over zeuren. Je doet er niks aan, uiteindelijk. Nee, daarom. En ik denk dat we iedereen ook gewoon zijn waarde moeten laten. We moeten allemaal groeien in het korfbal. En zeker ook in de league. Dus dat hoort daar gewoon bij. Wat heb je in de rust gezegd? Ik vond sowieso je wissel zeer sterk. Met Jack erin. Jack Potter, ja, inderdaad. Ja, want daardoor ging je uiteindelijk met Julian naar Tim. Ik denk dat hij in ieder geval... Die zat in de lijn der verwachtingen. Ja. Dus die hebben we meteen naar rust doorgevoerd. Ja, pakt ook goed uit. Dat pakt er goed uit. En later Adrienne in basis ook wel. Want die krijgt natuurlijk toch een paar vervelende ballen tegen bij Malta. Ja. Waarvan ik denk van ja, is dat nou wel nodig? En dat was eigenlijk cruciaal in die fase. Ja, met name ons... Jack, een paar belangrijke goals. En, belangrijke goals, goede rebounds. En ik denk dat je dat vak wat beter onder controle had. Met Julian wat meer druk op Tim. En je kwam qua scores daardoor dichterbij. Ja, klopt. En je zag ook dat Julian daardoor wat meer kon gaan aanvallen. Hè? Ja. Want die liep normaal iets meer in de rebound. Ja, hij liet het ook gelijk zien aan de voorkant. Dus hij liet het ook meteen zien. Ja. Dat was redelijk ontspannen. Dus je hebt het gewoon goed gedaan. En ik denk dat het een fijn gevoel geeft, inderdaad, wat je zelf ook aangeeft. Even na een mindere fase zo'n wedstrijd neerzetten waarbij je eigenlijk wel recht hebt op misschien wel een puntje. Ja. Of wellicht, je had er ook inderdaad 2 kunnen pakken als het een beetje goed valt. Het kon alle kanten op in de slotfase. Maar het was natuurlijk bij ons thuis ook, hè, op een gegeven moment. Een paar minuten voor tijd. En we gaven er 3 minuten voor tijd, gaven het weg. Maar daarvoor lagen ook nog hele veel kansen en een bloksituatie. Ik dacht van nou, die hadden net zo goed op de stip kunnen hebben. Ja, die aanvallende fout op Malta was dat was natuurlijk heel apart. Ja. Maar al met al staat hier een vrij tevreden trainer. Ik denk dat ze bij Fortuna ook tevreden zijn. Ja, dat denk ik ook. Met de hak over de sloot. Met de hak over de sloot. Punten zijn punten, zouden jullie denken. Met LDODK uit volgende week. Ja. Ik neem aan dat KZ gewonnen heeft. Die stonden voor. We hebben want die begonnen wat later, maar die stonden voor. Ja, voor ons was DOS tegen Detos wel belangrijk. Dus dat DOS vrij ruim voor. Dus wij zullen wel 9 gaan worden dan. Ja, dan is Detos eruit. En dan is Detos eruit. En wij kunnen ons dan verder voor gaan bereiden op de playdowns. Dan geeft dit wel vertrouwen. Dan nemen we deze mee. Ja. En als je dan al verder kijkt naar de playdowns, is er dan misschien een ploeg die weer het liefst... Gaat tegenkomen in die playdowns? Of heeft u daar eigenlijk nog geen goed beeld van welke ploeg u het beste kunt hebben? Nee, een beeld wel, en voorkeur niet. Nee, dus we gaan staan waar we moeten staan. En dan gaan we daar ballen. We spelen best of 3, eerst uit en dan thuis. En dan volgens mij een derde eventueel nog uit. En dat maakt niet uit. Wij zijn voorlopig even met onszelf bezig. Hebben we vandaag redelijk goed gedaan en dat gaan we gewoon doorzetten. En dan kijken we wel wie er komt. Dan nog 1 laatste vraag voor volgend jaar. Want u gaat aan de slag in Zutphen. Wat verwacht u daarvan? Heeft u daar ook heel veel zin in? Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik rijd natuurlijk al aardig wat jaar. Eerst naar Heerenveen en nu naar Capelle. Dat is echt een behoorlijk eind. En maatschappelijk is dat echt niet meer te combineren volgend jaar. Ik heb echt een clubje in de buurt gekozen. Nou, tweede klas, hele mooie club. 500 leden, meer. En die willen graag omhoog met de selectie. Ik heb een gesprek gehad, leuke groep. En het is natuurlijk wel iets lager, hè, dan tweede klas. Maar enorm veel zin in. Ik hoor wel stroomt door de aderen. En ik vind het leuk om een groep te begeleiden daarin.
En, maar goed, ik kan dan een keer thuis eten en ja, ook weer andere dingen goed combineren. Dus op zich is dat verder prima. Ja, dus in die zin thuiswedstrijden. 20 minuten rijden. Ja, ja. Dan gaat u er aardig op vooruit. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Dus, ja. Ik wens u heel veel succes volgend jaar. Hey, tot ziens. Heel veel succes dit seizoen nog. Heel erg.